Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een video wat ik op een dag eet. Het is onderdeel van de serie. De rest zou ik hier of hier een van de twee in het i'tje zetten, zodat je de rest ook kan bekijken. En ik ga niet veel lullen vandaag. Vergeet niet te abonneren. Doe een vette dikke duim omhoog, dat ik weet dat ik vaker van dit soort video's moet maken. En laten we dan maar met de video beginnen. Yes, we beginnen weer in de ochtend en we beginnen vandaag weer met een smoothie bowl. Ik hou van smoothie bowls en met mango en ik hou ook van mango. We maken een mango smoothie bowl. Wat we daarvoor nodig hebben is natuurlijk mango. Ik heb hiervoor diepvriesmango gekozen en het enige wat je nog meer nodig hebt is water. And that's basically it, you guys. Dat is het enige waar wij mee gaan mengen vandaag. En dan heb je dit pracht en praaltje. En dat is de basis. Toppings. We gaan over naar toppings. Ik heb weer voor kiwi gekozen. Met muesli, appel en walnoten. Love me that all. Ik hou ervan. Het moet wel echt een stevig ontbijt worden voor je workout. Dus ik heb wel voor gekozen om lekker wat noten en wat muesli er tegenaan te gooien, jongens. Want ja, dat moet toch wel een volwaardig ontbijtje worden voor mij. En wat we dan gaan doen is gewoon alles snijden en erin doen. Zoals je normaal ook een smoothie bowl doet. Heel simpel eigenlijk. Ik begin hier met mijn walnoten aan de zijkant. Ik ben nogal perfectionistisch. Dus vandaar dat alles helemaal in één lijn moet. Maar dat hoeft thuis echt niet hoor. Zo ben ik nou eenmaal. Appel heb ik er wel voor gekozen om de schil eromheen te laten. Ik vond het qua kleurcontrast wat mooier staan. Weer de perfectionisme in mij. Af en toe behandel ik eten als art of zo. Maar ik kan niks aan doen, you guys. Echt niet. Ik moet het gewoon helemaal perfect hebben. I'm so sorry. En daarna doe ik de muesli erbij. En dat is het kunstwerk van vandaag. Wat ook nog eens lekker is om te eten. Dus het ziet er niet alleen goed uit. Het is ook heel erg lekker en super gezond voor je. Dus ik zeg aanvallen. Oh ja, trouwens, wel handig om te weten. Het is wel echt een zomers ontbijtje. Want het is wel koud. Het is echt heel erg koud in je mond. Dus ga dit niet in de winter maken. Zoals ik al in mijn vorige video zei, ik ben dol op smoothie bowls, dus ik kan het ook eten wanneer het wat minder weer is. Maar vandaag scheen de zon, dus ik dacht, yay, smoothie bowl! En we gaan door naar lunch en verrassend, maar ik heb gewoon weer zoete aardappel. Ik ben een zoete aardappelfreak, I know. Maar we gaan wel iets heel anders doen met deze zoete aardappel. 180 graden in de oven, ongeveer 40 minuutjes, ligt ook een beetje aan je oven. In ieder geval moet wel zacht zijn. En dan heb ik hier wat toppings. Ik heb hier mais, sweet corn, linzen en zwarte bonen. 1 paprika en 1 uitje. En dat gaan we allemaal heel erg fijn snijden. Ik begin hier met mijn ui, want ik vind het altijd een goed werk om dat hele schilletje ervan af te halen. Maar ja, ik doe dat even nu doorspoelen, maar in real life duurt dat echt vet lang. En als dat helemaal klaar is, dan ga ik het heerlijk even klein snijden. En dan heb ik hier alles gesneden, mijn uitjes en mijn paprika. En die gaan we dan heerlijk bakken in een pan. Yes, een pan. Ik heb hier alvast mijn pan klaargezet. En ik doe daar zoals altijd kokosolie bij. Ik heb hier 2 dikke doppen gedaan. Dat vind ik heerlijk. Wat ik doe is eerst de kokosolie laten smelten. En daarna gaan de groentes erin. En dan gaan we het ook weer upspicen. Want ik wil gewoon lekker een smaak eraan hebben. We hebben kurkuma poeder. En die doen we er dan een beetje bij. Dat geeft ook een mooie kleur aan je uitjes en aan je paprika. Paprika poeder. Ook weer eroverheen. En currypoeder. En dat gaat ook weer zo huts. En chilivlokken. Chilivlokken vind ik lekker. Ik hou van pittig. Ik doe ook altijd wel een beetje veel. Ben jij niet zo'n pittig persoon, moet je dat sowieso niet doen. Als laatste de boontjes. En als je alles hebt gemengd, ziet het er zo uit. En dan laat je het nog even lekker pruttelen op de pan. Want dat is onze vulling. Dan gaan we door naar het sausje. Heel simpel. Super simpel. 1 theelepel vegan mayo. Alpro. Erbij. Husselen. Heel goed husselen. Zodat het wat smoother wordt. Wat smeuiger wordt. En je blijft husseloos hussen. En dan doe je wat bieslook erbij in. De kontjes snij ik altijd af en die gooi ik weg. Ik weet dat hoeft niet, maar ik weet niet, het is een tik die ik heb en ik blijf dat maar doen. Het hoeft niet, maar ik doe dat. En die doen we er ook weer zo huts bij. En dan zien we hier nog wat zwarte paper. En dat husselen we er ook doorheen. En dan heb je lekker een klein sausje. Want nu is mijn doet de aardappel klaar. Het ziet er niet uit alsof het klaar is, maar omdat ik hem in de schil laat is het altijd zo. En wat ik dan doe is hem gewoon opensnijden en dan heb je een heel mooi oranje kleurtje. Mijn bonen doe ik eroverheen. Heerlijk. Echt een heerlijke lunch was dit. Mijn sausje niet vergeten. Sausje hoort er altijd bij, want het is best wel pittig. En dat sausje is toch best wel een beetje romig, dus dat vind ik wel lekker. En dan lots of sla. Heel veel sla. Ik hou van sla. En het andere gedeelte van de paprika. Oh ja, dat had ik net niet gezegd. Half om half. 1 halfje om te bakken en het andere halfje om gewoon rauw door de salade heen te doen. Rauw, ja, ik weet niet of ik dat zo zeg. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Met nog een beetje van mijn bonen. En die bonensalade kan je ook bewaren voor op brood. Ik heb dat nu ook gedaan. Ik ga het morgen weer eten voor op brood. En het is echt mega lekker, lekker pittig. En ik heb hier nog wat krulpeetselie. Die doe ik er zo bovenop. Zo, hut. Oh ja, en hennepzaad. Helemaal vergeten, de hennepzaad. Dat hoeft trouwens niet hoor, maar ik vind het gewoon lekker om nog een soort van zaad aan mijn salade toe te voegen. En dan is het helemaal klaar. En het was echt super lekker. En je kan het ook echt wel als avondeten eten. Want ik zat ook echt wel heel, heel, heel erg vol. Maar super lekker. En dan gaan we door naar avondeten. En wat ik hier heb is een witte kool, 1 rode ui en paprika. Die gaan we heel erg fijn snijden en gewoon bakken. En ik heb hier tofu. En de tofu gaan we raspen. Ja, I know, ik weet wat je denkt, maar hold on, het wordt echt delicious. En we gaan het kruiden met wat peper, zout en chili flakes. En we husselen het en zetten het even apart. Ik heb hiervoor rijstnoedels gekozen. Rijstnoedels zijn super lekker en heel snel klaar. Dit is ons prutje wat we daarvoor hadden, dus van de witkool. Super lekker, super, super, super lekker. Je doet geen kruiden, niks erbij. Nu gaan we het sausje maken. Dat doen we door sojasaus, 3 eetlepels, 2 eetlepels ahornsiroop. Dat mix je er zo bij. En ook 2 eetlepels rijstazijn. Oh ja, en de geroosterde sesamolie, dus niet de gewone sesamolie. En een heel groot stuk gember, raspen, raspen, raspen. En als laatste doen we nog een beetje citroen. Ja, citroen is echt wel lekker erbij hoor. Dat moet je niet vergeten. En ook de schil van de citroen. Je moet alleen niet doorgaan tot je het witte van de citroen, want dat is heel erg bitter. Maar de buitenkant echt wat gele is echt lekker. Dit is de tofu geworden en het is heel erg knapperig en heel erg lekker. Wat ik doe nadat ik hem heb gebakken, doe ik meteen zeezoutvlokken eroverheen. En dan krijgt hij echt een hele zoutige smaak. Dus we hebben hier de rijstnoedels, de saus, de tofu. En de witte kool, paprika en ui. En dat zijn alle dingen die we ook gaan opeten voor avondeten. Ja, duh. We gaan het opeten voor avondeten. Maar ik bedoel, je maakt het allemaal apart. En dan is dit alles bij elkaar. Dat bedoel ik. En we gaan het nu pleten tot 1 gerecht. Dus we gaan eerst beginnen met de rijstnoedels. Daar doen we de witte kool prutje overheen. Ik zeg altijd prutje, dat klinkt helemaal niet zo lekker meer. En nog wat saus. Je kan zelf doen hoeveel je wil, maar je doet het daarna. En dan de knapperige tofu eroverheen. En that's it. Het is echt super, super, super yummy. Ik weet dat ik dat altijd zeg, maar ik vond dit echt wel een toppertje. En als toet hebben wij vandaag een toetje met appel. Heerlijk. I love it. Ik heb van die hele kleine bakjes toen een tijdje geleden gekocht. Omdat ik apple crumble maak. En ik maak dat best wel veel. En ik vind dat super lekker. Deze apple crumble is niet helemaal healthy proof. Want er zit suiker in. Maar zonder suiker vind ik het niet lekker. Dus ik doe met suiker. Kaneel, suiker, even husselen. Ja, het is echt heel simpel trouwens. En dan heb ik hier wat grove havermout met wat suiker. En wat vegan boter. En dat meng je dan gewoon totdat je een soort van kruimelig deegachtig iets krijgt. Ik weet niet of ik het goed uitleg hoor. Maar don't shoot the messenger. Je doet het eroverheen. En dan als je dat kruimelige hebt, gaat die 180 graden in de oven. 20 tot 30 minuutjes. Ligt een beetje aan je oven. Ik hou er wel van als de bovenkant lekker krokant is. En dit is het dan. Dit is echt super lekker. Wel zoet, maar wel lekker. En ik eet het gewoon zo. Soms eet ik het zelfs als ontbijt. Guilty. Maar I love it. En het ziet er ook heel lekker uit. En je moet het wel echt eten wanneer die net uit de oven komt, want dan is hij nog lekker warm. En je kan er ook rozijnen in doen of abrikozen of weet ik veel wat jij lekker vindt. Doe je ding! Dit was alweer het einde van mijn What I Ate in a Day video. Vond je dit leuk? Vergeet niet te abonneren en een dikke vette duim omhoog te geven. Oh ja, en het notificatiebelletje natuurlijk mee te nemen. Dan zie ik jullie weer dinsdag bij een nieuwe weekvlog.